serie over Rotterdam maakt, kan je in ieder geval helemaal niet om jou heen. Dat is heel simpel. Maar even buiten het grote aantal historische boeken wat je geschreven hebt, wil ik toch nog even terugkomen. Ook je literaire werk. Je hebt verhalen geschreven, gedichten geschreven. Ja. En dat doe ik. Nou, gedichten ben ik een beetje uitgeraakt. Maar verhalen schrijven, dat doe ik eigenlijk nog steeds graag. Ik doe het op het ogenblik, hoe gek het mogen klinken, als een soort ontspanning en tussendoor bij dat historische werk. Omdat je in je verhalen, en ook als je het in een wat uitgebreide vorm van een roman doet, kan je natuurlijk veel meer van jezelf inleggen. Hè? Nu laat ik anderen voortdurend aan het woord en ik maak me terecht ondergeschikt aan wat zij denken, wat zij vinden. Hè? In een soort documentaire in boekvorm, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik heb heel duidelijk een soort gedrevenheid om te doen. Dat heb ik bij mezelf geconstateerd. En daar zijn eigenlijk een paar oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste heb je dat natuurlijk bij veel mensen die ouder worden. Hè? Die gaan terugblikken. Die zien de waardevolle dingen uit het verleden en dat wat volkomen mis was. Ik heb wel halverwege, toen ik een jaar 35 was en ik dus ook in die in dat circus van carrière maken zat, wel eens gedacht, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Want dan ga je op een leeftijd komen dat je je op bepaalde dingen gaat bezinnen, hè? Zonder onmiddellijk door te blijven hollen. In een van de afleveringen rond Henk Hofland, een oude, wat getiteld is, ik heb een gruwelijk goed geheugen. Ja. Geldt dat voor jou ook, laten we zeggen, in die zin dat je je veel ook beeldend herinnert van vroeger? Dat er... Nou, kijk, ik ging als kind natuurlijk mee met mijn ouders de stad in, omdat televisie was er niet. Wij hadden dan een radio, maar er waren veel mensen die zelfs geen radio in die tijd zo arm waren. Hè? En je had een grammofoon. Maar het vermaak lag in die tijd op straat. Want ten eerste geld om uit te gaan was er nauwelijks aanwezig. En ten tweede, als je natuurlijk een gezin vormt met een opgroeiend kind, dan werp je ook niet direct in het uitgaansleven. Maar je had het hart van Rotterdam, dat was eigenlijk theater in die tijd. He, als wij naar de Hoogstraat gingen, wat voor mij het centrum van de wereld was als kind. He, dan speelde zich daar elke dag zoveel vermaak af van straatmuzikanten, straatzangers, acrobaten, boeienkoningen, clowns. Ik vond het als kind een feest en dat is altijd in mijn geheugen blijven hangen. Kom jij trouwens uit een Rotterdams socialistisch nest, om het maar eens te zeggen? Ja, nou, sociaal-democratisch. Kijk, ik heb als kind meegemaakt dat mijn vader jarenlang werkloos is geweest. Daar was hij niet de enige in. Zeker niet in deze arbeidersstad. Maar dat heeft wel diep ingewerkt op je eigen opvattingen daarover. Dus toen ik bijvoorbeeld begon te werken, kijk, normaal gesproken had ik misschien al gelijk in een creatief beroep terecht moeten komen. Maar zo werkte dat in die tijd niet. Als je na de oorlog ging werken, dan moest je als de bliksem zorgen dat je een baan met zekerheid kreeg. Ik weet wel, ik ben door een toevalstreffer toen bij een verzekeringskantoor aanvankelijk beland. Daar heb ik overigens allerlei werkzaamheden verricht, onder andere op het gebied van artsenfinancieringen en dergelijke. Maar voor mijn ouders, die vonden dat eigenlijk nog geen eens zo leuk. Want die hadden vanuit hun herinnering van voor die ellendige oorlog, hadden ze het gevoel dat je alleen bij de overheid, de landen en de plaatselijke overheid, had je een baan met zekerheid. Nou, wij weten allemaal dat zekerheid niet bestaat in dit leven. Dus, maar in die tijd dachten mensen daar zo over. Dus die vonden dat ik bij een verzekeringsbedrijf terechtkwam. Nou, daar waren ze, ja, het was dan wel aardig, maar om nou te zeggen dat ze ermee wegliepen, dat was nou ook niet het geval. Ik ben pas begonnen aan een boek over een fusie. Je weet dat mij heel sterk bezighoudt wat mensen in zo'n moderne oorlogssituatie elkaar aandoen.
Hè, hoe ze elkaar naar de keel vliegen, alleen maar om zich boven de ander te verheffen. Het ouderwetse landje pik is nu de fusie. Ja. Ik heb dat zelf een jaar of enige decennia geleden meegemaakt. En ik vond het heel afschuwelijk, omdat ik ook... Ik herkende bepaalde symptomen en erin die je ook in de oorlog zelf meegemaakt had. Hè? Het is alleen onzichtbaarder vaak. Hè? Ja. Oh, dat is, ik vind dat wel een mooi beeld. Is dat een verhaal of een korte roman? Nee, ik ben aan een oom. Waar ik beland, weet ik niet. Ik heb nu geloof ik zo'n pagina of 50 en ik ben daar pas een paar weken mee bezig hoor. Ik heb het gewoon de fusie genoemd. Meestal probeer ik een wat mooiere titel te bedenken. Maar in feite is dat waar het om gaat. Dus ik denk dat het een hoop mensen aan zou kunnen spreken als je weet wat er vandaag aan de dag in de samenleving plaatsvindt, waarin er toch gewoon mensen die naar boven zijn komen te vallen, maar nou niet direct gebukt gaan onder veel geestelijke bagage, die toch durven te zeggen dat ze net een fusie achter de rug hebben. Over 3 jaar moeten we er toch weer eentje hebben, want we moeten wel mondiaal mee kunnen tellen. Niet gehinderd door de gedachte dat ze daarbij weer een hoop mensen de vernieling in laten gaan, die nu al zeer kwetsbaar zijn geworden naar wat er gebeurd is. En dat zie je met name ook heel sterk in het bank- en verzekeringsbedrijf natuurlijk. Hè? De financiële sector heel sterk. Ja, terwijl de loketten bijna niet meer open zijn. En, Nee, maar daar gaat het toch ook niet om. Het gaat er alleen maar om dat een beperkt aantal mensen de meest grove winst maken. En hoe dat tot stand komt, is voor hen bijzaak. Nou even over de fusie. Ja. Dat boek, dat zal verschijnen. Komt dat bij een Rotterdamse uitgever? Weet ik niet. Kijk, dat is wel het probleem wat ik zeg. Want ik heb een ander boek op de plank liggen. Dat heet Het leven is een tango. Hè? Dat gaat over... dat speelt zich af in Rotterdam. Tegen een historische achtergrond. Vanaf 1906 tot 1940. Maar buiten Rotterdam is niemand in Rotterdam geïnteresseerd wat zich hier historisch afgespeeld heeft. Dus dat zal wel te eeuwige dagen op de plank blijven liggen. Maar ik heb daar erg veel in vastgelegd over het verleden ook. Hè. Het zijn het zijn verschillende verhaallijnen. Dus er komen een aantal personen in voor wat elkaar kruist op een gegeven ogenblik. En wat eindigt bij het bombardement van Rotterdam. Wat natuurlijk nog altijd een tragische gebeurtenis voor onze generatie blijft. Maar is het niet zo dat hier de SKVR, of je hebt hier toch wel wat van die instituten? Daar heb ik nog niet gevraagd. Ik heb vroeger hele slechte ervaringen altijd met de Rotterdamse Kunststichting gehad. En ik heb wel eens het gevoel gehad dat ze hier in Rotterdam een zeldzame hand hadden bij de gemeente om altijd de verkeerde mensen daar neer te zetten. Die liever de revenue gebruikte om leuke snoepreisjes te maken, dan dat ze die voor de auteurs in de stad aanwenden. Ja. Maar ik ben niet rancuneus verder hoor, want ik heb los daarvan, godzijdank, in mijn eentje zoveel nog tot stand kunnen brengen. Maar het is alleen, ja, dat is natuurlijk toch altijd het beroerde in Rotterdam, dat ze te ver kijken en niet altijd direct zien wat onder hun neus ligt. Ja, dat is wel waar. En dat ze niet erg getraind zijn in het complimenteren, zal ik maar zeggen. Nou, ik heb van de gemeentebestuur nog nooit te horen gekregen dat het op zijn minst toch wel verdienstelijk is wat ik aan het doen ben in al die jaren. Hè, ik heb nu op historisch gebied geloof ik meer dan 20 boeken uitgebracht. En dan nog wat belletrie betreft zeker minstens 10, want ik moet over de 30 zitten. Ik heb ze niet geteld hoor, want ik loop niet als een boekhouder dat bij te houden. Maar dat moet toch minimaal wel zijn. En dan zou je zeggen, dat zou toch iemand eens een keertje op moeten vallen, hè? Nee, meneer, helemaal niet. We schokken gewoon door. Nou ja, Herman, ik wens je ongelooflijk veel succes met je boeken. Ja, dank je wel.